Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Max de Kat, uitgegeven door Sunny Games. Het is een spel voor 1 tot 8 spelers waar je ongeveer een kwartiertje 20 minuten mee zoet bent. En in dit spel proberen de spelers samen te werken om zo 3 dieren thuis te krijgen voordat Max de Kat ze te pakken krijgt. En dat doe je door goed te overleggen en tactische posities te kiezen en af en toe Max terug naar huis te sturen. Lukt het de spelers om zowel de muis, de vogel als de eekhoorn veilig thuis te krijgen, dan winnen de spelers. En lukt het Max om in ieder geval 1 van de diertjes te pakken, dan hebben we met z'n allen verloren. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in deze box zit. Het spel is gemaakt door Jim de Koof en wij krijgen de spelregels in meerdere talen, waaronder het Nederlands, en die zijn helder en overzichtelijk. Verder krijgen wij het speelbord waarover wij gaan rennen op weg naar de veiligheid en waarop wij achterna worden gezeten door Max de Kat. Verder krijgen wij deze boom die we in elkaar gaan zetten met daarin een tak voor de vogel of voor de eekhoorn en een nestje voor de vogel. Wij krijgen deze lekkere hapjes voor de kat om hem mee naar huis te lokken. De dobbelstenen, reservefiches. En we krijgen de 4 karakters. De eekhoorn, de muis, de vogel en Max de Kat. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Max begint in zijn mandje en de 3 kleine diertjes beginnen hier op de boomstronk. Dat is hun startpositie. Het doel is voor de spelers om samen te werken en uiteindelijk alle diertjes op hun thuisbasis te krijgen. En daarvoor moeten ze naar het laatste vakje gaan en dan nog 1 stapje doen. De muis komt dan in zijn holletje, de vogel in het nestje en de eekhoorn hier op deze tak. Ondertussen zal Max achter ons aankomen en die zal proberen de kleine diertjes te vangen. En wij krijgen 4 lekkere hapjes om Max mee terug naar zijn mandje te lokken. Verder hebben we nog deze dobbelstenen met groene en zwarte stippen. En dan zijn we eigenlijk klaar om te gaan spelen. Wij is willekeurig een startspeler aan en die pakt beide dobbelstenen en die ga je werpen. En afhankelijk van de kleur van de stippen ga je verplaatsingspunten verdelen over Max of de kleine diertjes. Elke zwarte stip is een stapje voor Max. Dus in mijn voorbeeld 2 zwarte stipjes betekent dat Max 2 stapjes gaat lopen. Zou ik zwart en groen gooien, dat betekent dat ik 1 stapje heb voor Max en 1 stap voor 1 van de kleine dieren. Ik mag zelf bepalen in welke volgorde. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik doe eerst de eekhoorn een stapje bewegen en dan beweeg ik Max. En gooi ik 2 groene stippen, dan mag ik 1 klein dier 2 stapjes laten verplaatsen. Of ik mag 2 dieren 1 stapje verplaatsen. Dan zien jullie verder nog een paar afsnijroutes. Als een klein diertje zijn verplaatsing eindigt op het vakje met hetzelfde symbool, dus de eekhoorn eindigt op de eekhoorn, dan beweegt hij automatisch over deze afsnijroute. Max de Kat is een slimme kat, die verplaatst ook automatisch over deze afsnijroutes. Als die daarop eindigt. Dus de enige manier dat dat niet gebeurt is als die 2 keer zwart gooit, dan verplaatst die er gewoon overheen. Nou, verder verplaatst Max met 2 zwarte stippen ook over kleine diertjes zonder ze iets te doen. En zo mag een klein diertje dus ook met 2 groen over een vakje heen lopen waar Max staat. En als Max toevallig op hetzelfde vakje komt als een klein diertje, dan heeft hij hem gevangen en wordt het kleine diertje uit het spel gehaald. Nou, wij hebben als spelers 4 van dit soort fiches en die kunnen we inzetten om Max weer terug naar zijn mandje te lokken en dan gaat hij van daaruit weer opnieuw lopen, dus dat geeft ons wat tijd. Echter hebben we er maar 4, zijn ze op, dan is het afgelopen. En als Max eenmaal hier onderaan de boom staat, dan blijft hij daar staan en kunnen we hem ook nooit meer weglokken met onze lekkernijen. En dan is de enige manier voor de kleine diertjes om nog veilig binnen te komen is om met 2 groene ogen over Max heen te springen en naar de overeenkomstige veilige locatie te bewegen. Lukt het ons om alle diertjes op hun veilige locatie te krijgen, dan winnen wij het spel en weet Max diertjes te vangen, dan hebben wij verloren. En zo wordt Max de Kat gespeeld.
Max de Kat is natuurlijk bedoeld voor de wat jongere bordspelers. Maar het leuke van het coöperatieve mechanisme is dat je dus gewoon met de kinderen mee kan spelen. En dan samen kan kijken of je het tot een succesvol einde kan brengen. De vormgeving is ook tof gedaan. Je hebt deze dikke 3D-boom erbovenop. De verhouten speelstukken in de vorm van de vier dieren. En een kleurrijk bord waar we mee gaan spelen. En er zit toch nog een klein beetje tactiek in. Het is niet alleen maar dom geluk met de dobbelstenen. Eindigen op jouw shortcut, jouw afsnijroute is natuurlijk belangrijk, want dat zorgt ervoor dat je minder stapjes hoeft te doen. En natuurlijk, wanneer gaan wij onze treats, onze lekkernijen voor Max inzetten, zodat Max weer terug naar het mandje wordt geroepen en opnieuw moet gaan lopen. En daar zul je een beetje mee moeten spelen. En dat maakt dat Max de Kat leuker is dan gewoon een dom doppelspelletje. Want er zit wel degelijk nog een laag van tactiek onder. Waar je spelende wijs mee kan gaan oefenen. En dat vind ik dan wel weer heel erg leuk gedaan. En alles bij elkaar maakt dat een prima spel om te spelen met de wat jongere spelers. Maar waar dan toch nog wel een klein beetje een uitdaging in zit. Wanneer timen we welk effect en hoe gaan we daarmee om? Want we hebben maar een beperkt aantal lekkernijen om Max te resetten. Dus leuk gedaan en daarom krijgt Max de Kat voor mij dan ook gewoon 3 sterren. Spellenzolder.